Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag hebben wij de Metrum Jade voor de tweede keer, want de eerste video ging niet helemaal lekker. We hadden iets verteld over een Roen Endpoint module en dat was niet waar. We kregen dus een mailtje van Metrum en die zei: uh, Ja, dat klopt niet. Um, dus bij deze een nieuwe video over de Metrum Jade. Metrum heeft de afgelopen jaren zijn line-up behoorlijk uitgebreid en is van uh, modellen als de Quad, de Hex, de Octaaf naar modellen als de Pavaan, de Adagio, nu de Jade en er komen er nog veel meer aan. Uh, ook de hoofdtelefoonsversterkers zijn trouwens uh, vernieuwd naar bijvoorbeeld de Amethyst. Um, maar vandaag is het onderwerp van uh, deze video de Metrum Acoustics Jade. En de Jade is het kleine broertje van de Adagio. En waar de Adagio. Nou, pittig aan de prijs is, het is zijn geld wel waard, maar niet iedereen heeft 6.000, 7.000 euro even liggen om een nieuwe voortrap te kopen, is de jaren een stuk gunstiger geprijsd met 3.000 euro. En wat is er nou uitgehaald om dat prijspunt te halen? Heel simpel, het is een halve Adagio. Betekent dat dat de, de helft van de kwaliteit is? Nee, absoluut niet, want poehoe, hij komt best wel dicht in de buurt van een adagio of een Pavaan. En we kennen de Pavaan behoorlijk goed. We draaiden namelijk al, nou, wat zal het zijn, half jaar mee of zo. En daarvoor hebben we hem natuurlijk gereviewd. Ja, en als je dit aansluit, je hoort echt instant de metrumakustiek-signatuur. Het is heel puur en en mild en stressloos in het midhoog. Het laag is prachtig doortekend en ongelooflijk strak. Dan kunnen we helemaal gaan uitleggen hoe die dat doet met 16 bit ladder DAC's waarvan de onderste 4 bits af zijn gehaald en vervolgens zijn ze allebei gecombineerd en in het analoge domein weer samengevoegd, maar ja. Zit iedereen erop te wachten? We zullen het in onze review nog een keer uitleggen wat die DAC2 module de opvolger van de DAC 1 uh, transcendent modules zo bijzonder maakt. Maar dat gaan we niet in deze video doen. Want dan zijn we over denk ik een nah, uurtje nog steeds niet klaar. Um, goed, het is dus een digitale voorversterker, niet op de reguliere manier. Uh, Metrum doet het anders door niet de output stage aan te passen of de bits te crunchen, maar regelt de referentiespanning. En dat zorgt voor een compleet verliesloze volumeregeling. Over die volumeregeling, en dat hebben we ook in de eerste video al aangehaald. En toen is er wel een discussie een beetje uit de hand gelopen naar ons idee. Um, wij vinden de volumeregeling niet fijn op het apparaat. Het, uh, ja. het is een klein knopje, onze vinger past er niet in en ja, hij loopt niet zo lekker. Um, ja, maakt dat meteen dat dit apparaat te duur is? Nee, absoluut niet. Begrijp wel even deze opmerking in zijn context. De volumeregeling is niet fijn. Er zijn betere en op de, Adagio, op de Adagio is die wel fijn, maar het is een klein kastje. Wat Metrum wilde doen is een heel clean front creëren zonder dikke volumeregelingen en al te veel knoppen. Daar is wat voor te zeggen, want er is ook een afstandsbediening. En die afstandsbediening die rammelt niet meer, die zit een stuk lekkerder in elkaar. Hij ligt prima in de hand en hij werkt gewoon uitstekend. Uh, er zit een inputknop op. Er zit een mute knop op. En er zit een volumeknop op. En meer heb je ook niet nodig. Dus over die volumeknop. Nee, we vinden hem niet fijn. Maar zie het wel even in perspectief. Gaan we nu even kijken naar wat voor inputs er allemaal op de uh, dak zitten. En wat voor uitbreidingen er allemaal mogelijk zijn. Nou, we zien hier. Even kijken of het een beetje scherp is. Ja, volgens mij is dat best wel scherp. Uh, we zien analoog uit, zowel single-ended als balanced. We hebben een coax in, we hebben een AES in, we hebben een USB in, we hebben een optisch in en we hebben een trigger in, in en een output. En daarmee kan je natuurlijk je eindversterkers aansturen. En ja, dat is logisch aangezien dit een voortrap is. En als je hem aanzet, ga je eindversterkers aan. Dat is handig. Um, in... Deze jaren zit ook nog een paar mogelijkheden om dingen te veranderen en om dingen toe te voegen. Zo kan je een MQA module toevoegen, heeft MQA zin bij een NOSdak? Dat is natuurlijk sterk de vraag. Maar het kan wel. Dus je kan een volledige unfold krijgen als je de MQA module erin laat zetten. Vervolgens is het mogelijk om via een Ethernetkabel een andere endpoint te koppelen via I2S. Dan heb je dus een aparte ingang voor nodig, een ethernet input. Het is geen netwerk ingang, maar het is wel een mogelijkheid om met een Roon endpoint te spelen in deze converter. Het gaat wel ten koste van je USB input hebben we begrepen. Dus ja, denk er even over na van wat gebruik ik? Ga ik streamen of ga ik via USB spelen? Je kan het in dit geval niet allebei. Uh, over de prijs hebben we het al gehad. Hij kost 3000 euro. Um, ja, we hebben er even mee gespeeld. Het is absoluut zonder enige discussie een metrum sound. Vind je dat fijn? Wij vinden het heel fijn. Want het is heel eerlijk, het is heel strak, het is heel stressloos. Dan uh, is dit zeker een overweging waard als je de Adagio te duur vond. Nu is er een alternatief in de vorm van de Jade. De review volgt heel erg snel. We zijn er al mee bezig. We danken u voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd? Onder hier uh, zit een abonneerknop. Vond je het een leuke video? Thumbs up. Vond je het uh, helemaal niks? Laat het ons gewoon even weten. Dan sturen we eventueel bij, want we doen dit voor jou. Niet voor ons. Bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer.